nu toch ezel. Ben je het nou? Misschien zie je niet wel fietsen met de cent achterop. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Avanti TV. Zo, dames en heren, het heerlijke avondje is gekomen. Het avondje dat jij gaat kijken naar de nieuwe Avanti TV, want daar heb je op zitten wachten. Nee, natuurlijk alle gekheid op een stokje. Het is begin december. En natuurlijk hoogste tijd voor Sint-Niklaas. En ook Avanti gaat hier niet stilletjes voorbij. Je kan het binnen zien, de kindjes zitten al te wachten. En we gaan Sinterklaas zo begroeten. Ben je een beetje zenuwachtig? Ja. Waarom dan? Omdat Sinterklaas zo meteen komt. Op Sinterklaas naar Avanti toe? Ja. En neemt je ook Pieter mee? Denk van wel. Ben jij een zwarte Piet? Sinterklaas zit in de Sinterklaas toe. Ja. Best wel spannend dus. Ja. Wat heb je gevraagd aan Sinterklaas? Niks. Ben je een beetje lief geweest dit jaar? Ja. Wel een muizenbaan of een egel bedoel ik. Egelbaan en een 3D-puzzel. Je hebt er best wel zin in volgens mij, hè? Ja. Heb jij ook nog mooie cadeaus gevraagd, Sinterklaas? Ja. Wat dan bijvoorbeeld? Van alles en nog wat. Hey, wat ga je doen als Sinterklaas straks komt? Lief zijn. Heb jij een lievelingspiet? Wie hoopt dat graag die komt? Grapjespiet. Ik zag pas een scheidsrechter bij het eerste van Avanti. En die scheidsrechter gaf ook heel veel cadeautjes. Denk je dat die scheidsrechter eigenlijk een hulpzint was? Misschien. Ik weet het niet. Hey Lisenka, jij organiseert dit en namens de jeugdnak. Ik denk dat heel veel kinderen jaloers op jou zijn. En waarom dan? Omdat jij samen met Diewertje Blok de enige bent die Sinterklaas nummer heeft. Ja, dat is waar. Dat denk ik ook wel. Ik spreek Sinterklaas ook nog wel eens als hij in Spanje zit. Dat hebben we nog even contact. Heb je ook nog een verlanglijstje zelf? Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Op dit moment heb ik wel alles wat mijn hartje begeert. Wie weet er nog een Sinterklaas? Ja, geniet ervan vanavond. Ja, ga ik doen. Jullie ook. En we zingen en we springen en we zijn zo blij. Want er zijn geen stoute kinderen bij. En we zingen en we springen en we zijn zo blij. Want er zijn geen stoute kinderen bij. 1, 6, 8, 9, 3, Sinterklaas. 4, 5, 6. Jij kan zo goed liedjes zingen, Piet. Ja. De zak van Sinterklaas. Gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje. Supergissen kan mij niet. Dag, Piet Sinterklaasje. Klik, Piet vertelde me dat jij de interview Piet bent. Ja, dat klopt. Zeker, ja. Waar zien we dat dan? Gewoon de looks en Nou, zie je toch? Ja. Ja, ik zag het gelijk. Ik vind alle kindjes lief, maar ik vind deze kindjes wel heel lief. Ja, zeker. Hey, nou staat het allemaal in jullie grote boek, hè? Van hoe lief de kinderen zou zijn. Is het niet een keer tijd voor een grote iPad of zo? Voor de kinderen? Voor Sinterklaas. Het is 2017. Een boek is een beetje ouderwets. Ik weet het niet. Ja, het boek is wel heel handig natuurlijk, maar... Wat doe je als het boek vol is dan? Dan kopen we gewoon weer een nieuw boek. Ja, tuurlijk. Ja. iPad kan meer op. Ja? Is dat waar? Oh, nooit geweten eigenlijk. Nee. Dag Sinterklaasje, dag, Zwarte Piet. Dag Sinterklaasje, dag, luister naar ons afscheidslied. Dag Sinterklaasje, dag, Zwarte Piet. Dag Sinterklaasje, wist u dat wij al 10 jaar in dit nieuwe complex zitten? We zijn natuurlijk hartstikke blij mee. Mooie, gezellige kantine. We zitten met de kantine vast aan de zaal. Ideaal.
De laatste jaren is er toch een dingetje wat mij een beetje tegenstaat. En dat is dit halletje als we naar de zaal toe lopen. We hebben hier eigenlijk een beetje een sfeerloos ruimtetje te pakken. En wij zijn Avanti TV, dus wij gaan er wat aan doen. Ik hoop dat jullie het mooi vinden. Graag gedaan. Onze supporters van het BWD worden eigenlijk elk jaar groter en beter. Nou kan ik me goed voorstellen dat ook u mee wil zingen en daarom heeft Avanti TV voor u een spoedcursusje georganiseerd. De top 5, zing mee met het BWD. Inmiddels zijn we begonnen met het circus dat Korfbal League heet. En de eerste thuiswedstrijd hebben we achter de rug. Wat ons betreft één groot feest. Maar wat vond Korfbal League manager Alvin de Bok ervan? Zo Alvin, we zijn getuige geweest van een knotsgekke eerste thuiswedstrijd in de Korfbal League. Ja. En jij hebt het hele feestje eigenlijk mogen organiseren. Hoe is het gegaan? Ja, nou, dat ging eigenlijk best wel goed. Mooie wedstrijd, helaas verloren.
Een paar dingetjes die we nog wat anders moeten doen, denk ik, volgende wedstrijd. Maar over het algemeen 99-98% super gegaan. Helemaal top. Over welke 2% heb je het? Kleine dingetjes. Even dingetjes eerder klaarzetten, eerder ophangen, dat soort dingen. Best wel aardige kaartjes verkocht. Dus ruim 100 kaartjes verkocht. Dus boven verwachting. Enig idee hoeveel mensen er de toeschouwer waren vandaag? Als ik het zo moet inschatten, ik denk tussen de 500 en 600 bezoekers, gasten. Om puntjes op de i te zetten, is er op vrijdagavond nog een vrijwilligersbijeenkomst geweest, hè? Ja, we vonden het toch belangrijk om iedereen te vertellen, hè, hoe we dachten dat het zou gaan lopen vandaag. Gelukkig heel druk bezocht. Ik denk dat er 25, 30 vrijwilligers waren. En we hebben ze verteld wat ze konden verwachten en wat wij van hun verwachten. En er waren wel wat vragen, maar over het algemeen, iedereen was heel blij dat die avond er was. Want dan wist iedereen van elkaar wat ze moesten doen. En dat heb je gezien vandaag. Nou, het liep best goed. Ik ben hartstikke tevreden, hartstikke blij. Maar echt jammer dat we verloren hebben, man. Echt jammer. Behalve de 8 wissels die tijdens de wedstrijd gedaan mogen worden, heeft Avanti 2 er ook een handje van om vaak van trainers te wisselen. Ook dit seizoen is het weer het geval. Wij gingen verhaal halen bij de nieuwe trainers en namens de TC spraken we Ingmar den Blanke. Ja, Ingmar, namens de TC, het bericht bereikt ons dat trainercoach van Avanti 2, Kimberly de Gier, per direct gestopt is. Kan je dat verklaren? Ja, ik kreeg op een gegeven moment een e-mail van Kimberly dat er voor haar gevoel wat dingen onderling zijn besproken tijdens het trainingsweekend. En dat zij op basis van die gesprekken heeft besloten om er een punt achter te zetten. Op een gegeven moment begrijp je vanuit de staf dat ze gaan kijken van wat er speelt. Daar proberen ze naar een oplossing voor te zoeken. En in eerste instantie laat je dat dan ook bij de staf. Ik bedoel, je wil daar als TC niet altijd meteen bovenop gaan zitten. Ik heb begrepen dat ze ook onderling naar een oplossing hebben gezocht, maar dat kennelijk voor Kimberly niet heeft mogen werken. En dan hadden jullie deze zomer al een behoorlijke kluif aan het vinden van een coach bij Avanti 2. Uiteindelijk gelukt met Kimberly de Gier. Nu was je weer terug bij af. Hoe zijn jullie dan te werk gegaan? Je hebt altijd wel een lijstje met mensen waarvan je weet binnen de vereniging of mensen die dicht bij de vereniging staan. Dat die in noodgeval altijd wel bereid zijn om wat voor je te betekenen. Dus dat lijstje dat ga je als eerste af. Dus jij gaat eigenlijk op zoveel mogelijk sporen inzetten. Omdat je ook gewoon zo snel mogelijk een oplossing nodig hebt. Zeker nu met een eerste wat Corvo League speelt. Ja, daar wil je geen ruis ontstaan vanwege zoektocht naar trainers, noem het maar op. Je wil rust in de tent op dat vlak. Dus je wil gewoon zo snel mogelijk daar een oplossing voor vinden. En we zijn als TC heel blij dat we dat zo snel hebben kunnen vinden. Oké, we staan met Mena en Christy hier. Nieuwe kerstverse coaches van Avanti 2. Nou, zij zijn misschien wel bekend als de man die altijd Avanti redt als ze omhoog zitten. Wat heb je met Avanti? Nou, ik heb van al jaren een leuke band met Avanti. En er zijn twee verenigingen waar ik tot veel bereid ben. En dat is Avanti en Futura, mijn eigen club. En ik denk dat Avanti dat ook weet. En dat ze opnieuw dachten van, goh, we zitten omhoog, laten we het eens proberen. Heel lang heb ik niet nagedacht. Ik denk, laten we het nou maar doen. Laten we erin springen en dat is eigenlijk toch wel het Avanti-hart wat er dan kennelijk zit. Ja, wie zeker een Avanti-hart heeft is Christy van Wijk natuurlijk. Hoe lang heb jij erover na moeten denken? Nou, niet heel erg lang, want je wilt toch wat voor de club doen. En toen Mena zei dat hij het ook wel wilde, toen vond ik dat wel een aardige gelegenheid om ja te zeggen. Want de combinatie vind ik wel aardig. Ja, begin van het seizoen waren ze ook op zoek naar een coach voor tweede. Ben je toen ook benaderd? Toen is er wel over gesproken, maar eigenlijk was ik gestopt en dat beviel ook wel. We hebben het altijd graag gedaan, training geven en coachen. En als je dan eenmaal weer bezig bent, dan is het wel erg leuk. Voor mij was wel een must dat ik het samen met Christy kon doen. Chris en ik hebben al jaren ploegen samen gedaan. We voelen elkaar goed aan, denken er ook hetzelfde over. En dat maakt ook wel dat ik enthousiast ben om dit nu te doen.